Oké, we gaan verder met het proeftentamen. Freefall, opgave 3. Bij een attractie in een pretpark kan men ondervinden hoe een vrije val voelt. Hier zit men in een speciale cabine die op een bepaalde hoogte wordt opgetakeld. Zie figuur 5. Hier heb je die cabine, die wordt opgetakeld tot die hoogte. Oké. De cabine wordt in punt A losgelaten. Op het punt A, B is de beweging op te vatten als een vrije val, dus dat is dit stuk. Na B is de baan cirkelvormig tot aan punt D. Oké, dat staat hier. Vanaf D is de baan horizontaal. Oké, tot daar. Op het stuk DE komt de cabine tot stilstand. De snelheid van de cabine in punt B is 15,2 meter per seconde. Oké, bereken de afstand waarover de inzittende gewichtloos valt. Oké, ik heb dus deze afstand. Nee, die moet je eerst gaan bepalen, sorry. Het is een vrije val, dus het is een paraversnellende beweging. Dus de versnelling is A, maar die mag ook die is eigenlijk dus gewoon G, 9,18 meter in seconde kwadraat. De snelheid is de versnelling maal de tijd. Dus de tijd is de snelheid gedeeld door de versnelling. Dat mag hier, want het is een paraversnelde beweging. Anders mag je dit niet zomaar doen. Oké. Deze formule kun je uit de binnen halen. S of I is een half gt kwadraat en t is v gedeeld door g. Dan kun je die t hier kun je vervangen door v gedeeld door g en hem dan verder uitrekenen. Nou, als je dat dan allemaal doet, dan krijg je uiteindelijk I is een half v kwadraat gedeeld door g en die vul je dan in. Nou, is dit een formule die we eigenlijk niet meer veel gebruiken, eigenlijk niet meer gebruiken in het huidige programma. Dus logischer is het om deze methode te doen. De hoogteenergie op dit punt worden helemaal omgezet in kinetische energie op dit punt. Dus m mal g mal h van hier is gelijk aan een halve v kwadraat van daar. Dat is het verschil. Oké, dus m mal g mal h is een halve v kwadraat. M en m valt tegen elkaar weg. Dan krijg je gh is half v kwadraat. Die halve vind ik niet lekker, dus die verdubbel ik. Dan wordt het dus 2gh maal v in het kwadraat. En die halve is verdwenen en hier komt er een eentje 2 bij. Oké, de hoogte is dan v kwadraat gedeeld door 2g. Oké, de hoogte is 15,2. Ja, sorry, de hoogte is snelheid in het kwadraat gedeeld door 2g, pardon. 15,2 meter per seconde in het kwadraat gedeeld door 2 en gedeeld door 9,81. Dan moet je dat tussen haakjes zetten. 11,8 meter. En dat, ja, dat is de afstand. Oké. Op het horizontale gedeelte DE botst de cabine tegen een koppelstuk dat over de rail kan bewegen. Dat gebeurt hier, hij komt natuurlijk van links. Na de botsing blijft de cabine aan het koppelstuk vastzitten. Wrijving wordt op dit horizontale traject verwaarloosd. Zie figuur 6. Oké. Het koppelstuk met een massa van 30 kg heeft een massa van 30 kg. Aan het koppelstuk is een kabel bevestigd. De andere kant van de kabel is om de as getrokken en om een dynamo gewikkeld. Zodra de kabel strak is getrokken, gaat de dynamo draaien. De snelheid van het koppelstuk en de cabine is nu 15 meter per seconde. Door het draaien van de dynamo wordt elektrische energie opgewekt. Deze wordt in het pretpark gebruikt. Door het opwekken van energie remt de dynamo in de cabine af. Het tijdstip waarop de cabine begint te remmen noemen we T is 0. Men heeft de constructie zo gemaakt dat de kinetische energie van de cabine tijdens het remmen door de dynamo lineair met de tijd afneemt. Hier zijn drie mogelijke VT-diagrammen voor de afremmende cabine tegen de tijd voor het afremproces gedaan. Nou, deze, die en die. Leg uit van welke de juiste is. Nou, de kinetische energie die gaat lineair naar beneden, maar die is evenredig met v kwadraat. Dus als je v kwadraat deed, dan zou het een rechte lijn zijn, maar je moet v hebben. Je kan hier een aantal punten doen, of je kan ook herinneren uit hoofdstuk 2, dat als v kwadraat tegen t een rechte lijn is, dan wordt v gedeeld door t wordt zo'n lijn. Dus het is c. Ja, oké. Als je dat niet meer goed weet, moet je even terug naar hoofdstuk 1 om dat eens even te bestuderen, want dit soort dingen komen best wel vaak voor. Nou, het kan zijn dat deze manier van afremmen mislukt. Daarom zijn als beveiliging aan het einde van de baan twee bufferveren naast elkaar aangebracht. Dat zijn deze. Oké. Twee zijn het ervan. Neem aan dat de koppelstuk met de cabine en inzittende met name een snelheid van 15 meter per seconde tegen deze veren botst. De veren worden dan 1,2 meter ingedrukt. De massa van de cabine, inzittende en koppelstuk samen is 280 kilogram. Oké. Bereken dan de veerconstante van één veer. Oké. Even kijken, gaan we naar 11. Je ziet dat er wel een paar andere methodes ook zijn, maar voor som 10. Misschien kunnen we zo meteen even kijken. Uitkomst is C is 2,2 met 10 tot de 4. Nou, hoe kom je eraan? Oké, de bewegingsenergie
van de cabine en alles wat erin zit, aan vast zit, is gelijk aan de veerenergie, maar dat zijn twee veren. Oké, okay, dus halve V-kwadraat is 2 maal een halve C unit kwadraat. Oh, dat wordt dus zo'n C unit kwadraat. Ah. C is dan halve V-kwadraat gedeeld door een unit kwadraat. Oké, okay. Goed, dan kun je invullen. M weten we, V weten we, U weten we. Nou, oké, okay. Gaat hij dan. C is een halve maal 280 kilogram af 15 meter per seconde in het kwadraat. Maal 1,2 meter dat hij ingedrukt wordt in het kwadraat. Nou, 2,2 maal 10 tot 3 newton per meter. Je kan het ook met een cirkelbeweging doen. A is V kwadraat gedeeld door M, met R is gelijk aan de uitwijking. De resultante kracht is gelijk aan de veerkracht. M maal A is C maal U. Het zijn twee veren, dus C is 2 maal de veerconstante. Nou, enzovoort. Je gaat het ook nog met trillingen doen, wordt verder niet uitgewerkt. Ik vind het ook niet echt voor de hand liggend dit. Met V is 2 maal pi maal A gedeeld door T, met A is U. T is 2 pi maal wortel MC. En hier ook C is weer 2 maal de C, maar dit wordt ook verder ook niet uitgewerkt. Ook licht vindt dit niet echt voor de hand liggend. Maar het kan wel. Je kan deze verder uitwerken. Dat is eigenlijk, denk ik, met deze twee methoden is dat hier ook zo. Ja, je kunt inderdaad met deze opdracht. Ja, het kan wel op deze manier, maar het ligt niet erg voor de hand. En dan vind ik eigenlijk voor deze methode is dat eigenlijk ook zo. Ja, als je het leuk vindt kun je deze volgen, maar ik vind deze manieren allemaal minder voor de hand liggend dan nummer 1. Dus daar worden we op niet concentreren. En dat is met deze ook zo. Gaan we naar opgave 5, de fietsdynamo. Frederik doet onderzoek aan een fietsdynamo. Aan de fietsdynamo is een wieltje bevestigd. Waaromheen een touwtje is gewikkeld met een gewichtje daar, zie je figuur 10. Oké, okay, dus als dat gewichtje naar beneden gaat, dan gaat hij natuurlijk draaien. En dan krijg je elektriciteit. Wanneer het wichtje loslaat, beweegt het naar beneden, waardoor de dynamo gaat draaien. Op de dynamo heeft een computer aangesloten die de opgewekte spanning meet als functie van de tijd. Figuur 11 laat zien hoe de spanning in de eerste 0,24 seconden verandert. Dat is de tijd en dit is de spanning, oké. Okay. Verklaren waarom de topwaarde van de spanning steeds groter wordt. Gebruik je in je uitleg van de begrippen fluxspanning, tijdduur en inductiespanning. Goed, nou, het gewichtje gaat natuurlijk, het massastukje gaat natuurlijk vallen, de snelheid neemt toe. Dat betekent dus dat het wieltje steeds sneller gaat draaien. En dat betekent dus dat de magneet steeds sneller in de spoel draait. Dus de fluxverandering wordt dan groter. En als de fluxverandering groter wordt, wordt de inductiespanning dus groter. Nou, dat kun je zien. Ja. Wat je ook kan zien is dat een hele ronddraaien dus steeds korter gaat duren. Ja. Dat wordt niet gevraagd, maar het is wel leuk. Figuur 12 geeft de loopweer van de spanning tussen 1,04 en 1,07 seconden. Het gewichtje dat de dynamo aandacht beweegt dan met constante snelheid. Oké. Okay. Freek vraagt zich af hoeveel sinussen worden opgewekt tijdens één omwenteling van het dynamo-wieltje. Het wieltje heeft een diameter van 2,4 centimeter en het gewichtje daalt met een snelheid van 3,8 meter per seconde. Oké. Okay. De omwenteling is, dat klopt, de tijdsduur is de omtrek gedeeld door de snelheid. Omtrek is namelijk de afstand en de snelheid. Ja, dat is de snelheid. De tijd is afstand gedeeld door snelheid. T is S gedeeld door V. Kun je afleiden van V is S gedeeld door T. Omschrijven T is S gedeeld door V. Omtrek is 0, de omtrek is de diameter maal pi. Dus 0,24 maal pi. En de snelheid is 3,8 meter per seconde. Dit is even omgezet naar meters. 2,4 centimeter is omgezet naar meters. 0,024. Dus de tijd is 0,024. Maal pi gedeeld door 3,8 is 0,0189 seconden. Zeg maar 0,002, zeg maar afgerond. Okay, als ik naar de grafiek ga kijken, dan wordt er gezegd van zitten vier sinussen, of een periode van één sinus, is precies 0,0050 seconden. En als die dan op elkaar rijdt, krijgen we dus vier sinussen in die tijd. Nou, eens even kijken of dat klopt. Als ik hier begin op 0,140. En ik zit hier op 1,060, zouden vier hele trillingen voorbij moeten zijn. Dus even kijken, dat is 1, en dat is 2, en dat is 3, en dat is 4, en dat klopt precies. Oké, okay, 4 sinussen, dus 4 maal t. Het gewichtje heeft een massa van 210 gram en draait met een constante snelheid van 3,8 meter per seconde. Uit de gemeten spanning en stroomsterkte berekent Freek dat de dynamo een constant elektrisch vermogen levert van 1,8 watt. In deze situatie zet die dynamo zwaartenergie om in elektrische energie, berekent het rendement van de omzettingen. Oké, okay. Het rendement van de omzettingen is M maal G maal H gedeeld door, want dat is de zwaartenergie gedeeld door tijd, hè, dat is, het is energie gedeeld door tijd is vermogen, dus M maal G maal H gedeeld door tijd
is het vermogen wat erin gaat. M maal G, H, H gedeelte delta T is zelf als snelheid dus. Snelheid gedeelte tijd is snelheid. Dus de vermogen wat erin gaat is M maal G maal V. Is 0,210 kilogram maal 9,81 meter per seconde kwadraat maal 3,8 meter per seconde. 7,83 watt. Oké, dat is 100%. Oké, wat is dan wat er uitkwam aan elektrisch vermogen is 1,8. Nou, hoe gaat die dan? Het rendement is 1,8. Gedeelte 7,83 maal 100% is 23%. Oké, dat was de proeftentamen. Dankjewel voor het kijken en misschien kijk je nog een keer naar het filmpje. Tot ziens dan. Oké, we gaan verder met opgave 4, 12 tot en met 15 is dat, ja. Je hebt al eens gezien dat deze achteraan tentamen staat, omdat dit een tweede versie is van hetzelfde proeftentamen waar we in 12 tot en met 15 hebben vervangen door een andere opgave, zoals je ziet. Goed, we gaan naar opgave 4, aardmassa. Gebruik bij deze opgave tabel 30. Al sinds Newton weten we dat voor object in een baan om de aarde onderstaande formule geldt, de derde wet van Kepler. Nou, dat is oké. Met deze formule kan de massa van de aarde bepaald worden door te kijken naar de baan van de maan om de aarde, de afstand tot de maan R en de omlooptijd van de maan T, waar al sinds de oude Grieken bekend. Het bepalen van de constante G in deze formule heeft langer geduurd. Pas in de 18e eeuw is het Cavendish gelukt om de waarde van G experimenteel te bepalen en kon voor het eerst de massa van de aarde worden berekend. Oké, gaan we naar 12. Bij zijn experiment heeft Cavendish een aantrekkingskracht van 1,72×10 tot de min 7e newton gemeten tussen een bol met een massa van 158 kilogram en een bol met een massa van 0,730 kilogram op een afstand van 22,5 centimeter. Ga na dat in dit overeenstemming is met de waarde van G die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Gebruik hiervoor de wet van de gravitatiekracht, Wieners tabel 35a5. Nou, dat is deze. Fg is die gravitatieconstante maal de massa van de ene maal de massa van de andere gedeeld door een onderlinge afstand in het kwadraat. Als je die omschrijft, dat betekent dus dat er G vooraan komt te staan. G is dan de gravitatieconstant maal die afstand in het kwadraat gedeeld door m en gedeeld door die andere m. Als je dat gaat invullen, nou, de gravitatiekracht die staat hier gegeven, dat is die. De massa's zijn ook allebei gegeven, de onderlinge afstand is ook gegeven. Die vul je allemaal hierin en als je dat dan doet, dan komt dit eruit. 6,6,7,1,8,5×10⁻¹. En als je hem opzoekt, dan komt dat met de formule 7 van Wieners. Nou, bepaalde met de waarde van G en onderstaande formule de massa van de aarde. Zoek hiervoor op in de Wieners de afstand van de maan en de oplomstijd van de aarde op. Nou, oké, dat kun je eenvoudig doen in tabel 31. Hier staat hij, dit is R. En T, dat is 37,32 dagen. En daar maak je seconden van. Dus maal 24 uur, maal 60 minuten, maal 60 seconden. Nou, komt dit eruit. De derde wet van Kepler, die kun je ook gewoon vinden in de Wieners. R in het kwadraat, gedeelte T in het kwadraat. Dus de straal en de omlooptijd. Is G, dat is die constante die we net hebben bepaald. De massa van de aarde. En V picogram. Nou, als je gaat omschrijven, zodat m alleen voor komt te staan, dan moet je dus maal 4 piekendraad, die wordt hier gedeeld, moet je dus vermenigvuldigen, komt hij aan de andere kant erbij, vermenigvuldigd, je hebt dat, 4 piekendraad maal r gedeeld gt in het kwadraat. Ja, want als je, even kijken, deze m apart wil hebben, dan, kijken, ja, nee, dat is dat waar, je hoeft alleen maar die 4 piekendraad die kant op te vermenigvuldigen, dan ben je er al. Oh ja, en die g moet je natuurlijk nog wegdelen. Hier staat maal g, dus die moet je delen door g en dan komt die hier onder de breukstreep. En dat is ook precies wat er hier gebeurt. 4 piekendraad maal r tot de derde gedeeld door g en gedeeld door t in het kwadraat. Eigenlijk kun je beter even haakjes omheen zetten als je dat zelf opschrijft. Nou, dan vul je dan in. Die r is bekend. Ja, dat is deze. De g, dat is de constante, die hebben we bepaald. Kun je ook in de minus opzoeken. Tijd hebben we in seconden bepaald, vanaf 37,32 dagen hebben we secondes van gemaakt. Nou, vul je er allemaal in, dan krijg je deze waarde 6, nou ja, je kunt allemaal lezen, van 10 tot de 24ste kilogram. Als je dat tot 3 significante cijfers bepaalt, ja, want deze is ook in 3, dan is dat dus 6,013×10 tot de 24ste kilogram. Oké, dan vergelijk de aardmassa die je berekend hebt met de waarde
zoals deze in Bina staat. Nou, hier hadden we 6,03 x 10 tot de 24 kilogram, maar we hadden nog veel meer cijfers. En in de Bina's vind je 5,972 x 10 tot de 24, dus dat is best nog wel een behoorlijk verschil. Hè? Dus, 400ste, dus dat is bijna een procent. Dat is wel veel. De zij is te hoog. De waarde die we berekend hebben als je eruit gaat dat de Bina's dat die het goed heeft. Nou, 15 kan dan de afwijking van de aardmassa te maken hebben met de nauwkeurigheid van R kwadraat, T kwadraat, G, M en V pi kwadraat. Die is niet helemaal netjes overgekomen natuurlijk, want hier moet delen staan. Ja, kijk, dat de keerkant op. Ja, zie je wel. Hier moet ook delen staan. Goed, dat maakt verder niet uit voor de opgave. Nou, ook als je naar de significantie kijkt hier, stel dat je, als je deze in zou vullen in plaats van die, dan heeft dat uiteindelijk voor de uitkomst, maakt dat nou iets uit. En de afwijking was best wel groot. Dus je kan niet simpel zeggen van nou ja, als je deze getallen maar nauwkeuriger neemt, dan komt het wel goed. Want ze zijn allemaal behoorlijk nauwkeurig. Ze zijn minimaal 4 cijfers significant. Als je deze die verneemt, dan zijn ze allemaal 4 cijfers significant. En de afwijking die zit al bij het tweede cijfer. Dus ja, daar komt het allemaal niet door. Dus nou, zoals hier staat, ook als je rekening houdt met de significantie. Het verschil tussen de brekende aardmassa en de werkelijke aardmassa is te groot. Het is dus geen meetonzekerheid of een nauwkeurigheid. Hier zit ergens een systematische fout in. Dus die wet van Kepler die mag je blijkbaar niet zomaar gebruiken in de opgave die we hier hebben gedaan. Er moet een of andere correctie voor komen. Oké, dat was het proeftentamen. Dankjewel voor het kijken en eventueel tot de volgende keer.